Terry, allereerst nu definitief welkom terug bij NEC. Wat gaf voor jou uiteindelijk de doorslag om bij deze club te tekenen? Ik heb mezelf al 3 jaar gespeeld. Gevoel is goed. Ik ken heel veel jongens in het team al. Dus de voorbereiding heb ik ook eigenlijk bijna van het begin af aan meegedraaid. Dus het voelde gewoon goed en NEC kwam en toen was het heel snel dat we rondkwamen, zeg maar. Heb je in de tussentijd nog veel contact onderhouden met de jongens die hier nu nog zitten? Ja, nee, klopt. Vooral vorig seizoen volgde ik ze gewoon elke wedstrijd bijna. En had ik ook soms kritiek op sommige jongens. Dat, bijvoorbeeld op Jonna van ik kon meer scoren of ik kon 2-3 keer scoren. Dus dat was gewoon, ik hield wel contact en het voelde wel alsof ik nog echt betrokken was bij de ploeg, zeg maar. Je laatste wedstrijd voor NEC was natuurlijk de promotiewedstrijd in Breda. Ja. Heb je daar nog warme gevoelens aan overgehouden? Zeker, ik heb heel vaak filmpjes voorbij zien komen daarvan. En zelf heb ik het ook een paar keer teruggekeken en erover gehad. Dat is sowieso een speciaal moment, want we hadden het gewoon echt heel goed gedaan in de play-offs. En maar 1 goal tegengekregen ook, dus het voelde wel echt fijn, vooral als verdediger zijn. En daarna maakte je natuurlijk je eerste buitenlandse transfer. Hoe kijk je daarop terug? Ja, dat was een nieuwe ervaring. Ik was eigenlijk nooit in het buitenland geweest. Dat is mijn eerste keer. En je leert er andere dingen, ander soort mensen, ander soort cultuur. En het was gewoon heel, heel goed en leerzaam voor me geweest, dat jaartje. En nu ben ik weer blij dat ik terug ben in Nederland, bij NEC. Dat is duidelijk, denk ik. Nu terug bij NEC. Betekent dat ook dat je weer met rug nummer 34 gaat spelen? Ja, dat wil ik heel graag natuurlijk. Dat ligt gevoelig bij mij. Vooral voor Appie, zeg maar, wil ik 34 dragen. En ik denk dat de club NEC me ook wel erkent als nummer 34. En ik wil gewoon in dat shirt blijven stralen. Mooi. Zou je morgen al kunnen spelen? Ja, als het allemaal goed rondkomt met KVB, dan zou ik bij de selectie kunnen zitten. Maar het is nog even afwachten, dus ik hoop dat snel is afgerond. In ieder geval veel succes. Yes, dank je wel.